Mama. Mag Maria? Papa. Kom, gaan we je jas uit doen. Papa. 1, 2, 3. Goed zo. Gaan we je jas uit doen? Papa. Ga maar naar de kapstok. Heel goed. 1, 2, 3. Goed gedaan. Kom maar. Hey. Papa. Kom, mag je even spelen tot de anderen er zijn? Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Heb je zoals? Zoals. Selfie, niet zo'n goeie. Nee. Joas, jij mag mee. Zie je, ga je mee? Pak hem maar. Kom, ga je mee? Kom maar. Waar gaan we naartoe dan? Kom maar. Ik haal Joas altijd op, ja, uit de klas. Als ik binnenkom, krijgt hij van mij de bellenblaas. Dat gebruiken wij hier als verwijzer voor logopedie. En die moet hij eigenlijk zelf meenemen, maar zoals je zag op de trap gaat dat nogal lastig, omdat hij zich vast moet houden. Fysiotherapeut wil graag dat die trap loopt, dus ik pak altijd de trap als ik naar de logopedie ga. Dan moet hij hem inpuzzelen in het bakje. Hij begint al aardig door te krijgen welke ruimte die nu moet zijn en dat hij hem in het bakje moet gooien. Dan leg ik hier 3 verwijzers klaar en mag hij er eentje pakken. En dat is, die verwijzer is dus een deel van het werk wat hij gaat doen. Kom maar, 2 handen. Ja, en dan gaan we naar de kamer. Hou vast, hè. Ja, nou, we zetten hem eerst op. We gaan hem eerst op de tafel zetten. Dat is bijna klaar. Ja, gooi hem maar. Dit zijn dus de 3 bakken waarmee ik met Joas werk. En Joas krijgt dus van mij als verwijzer een deel van het werk. Dus bij de ringentoren krijgt hij dus 1 ring van mij waarmee hij naar de gang loopt. En die moet hij dan dus bij de juiste bak zien te puzzelen. Nou maak ik het voor hem nog iets makkelijker, want hij pakt bij mij elke keer de onderste bak. En niet de bovenste of de middelste. Dus daar geef ik hem ook al een soort structuur in. En bij de Lego, de Duplo, krijgt hij dus een Duplo blokje, die moet hij dan ook weer zorgen dat hij die bij de juiste bak puzzelt uiteindelijk. Alleen in het begin, nogmaals, maak ik het wat makkelijker voor hem door elke keer de onderste bak te geven. Gaan we even kijken op de gang. Welke bak hoort daar nou bij? Welke bak hoort daar nou bij? Ja, die! Goed zo. Die nemen we mee. Kom maar. Kom maar. Dan gaan we naar de kamer. En die. Ja. Wil je die nog doen? Goed zo. En die. Oh, je pakt hem zo. En die. Ligt er nog eentje. Goed zo, Joas. We doen er nog 2 en dan is het klaar. Die nog. Deze nog. Is het klaar? Die nog. En die nog. Nog 2, zei ik. En dan is het klaar. Doe ik die weg. Gaan wij stoppen. Waar is jouw hand? Stop, stop, stop. We houden ermee op. We hebben nu geen logo meer. Dat doen we weer een andere keer. Stop, stop, stop. We houden ermee op. Op een gegeven moment kunnen we met ouders dan af gaan spreken van nou probeer dat thuis ook eens. Maak ook eens een verdeling thuis met 3 bakken. Bijvoorbeeld van wat hij leuk vindt om thuis mee te spelen en laat hem dat dan ook eens halen. En je kan het ook doen met eten en drinken, naar het toilet gaan, wassen. Dus stel dat Joas naar buiten gaat, weet hij niet altijd waar hij naartoe gaat. Geef je hem bijvoorbeeld een tas van de Albert Heijn. Dan weet hij, oh, we gaan dus naar de winkel. Geef je hem de hondenriem,
als je een hond hebt, dan weet hij van, oh, we gaan nu de hond uitlaten. En zo kan je dus dingen wat meer voorspelbaar maken. Zo, gaan we je tas uitpakken? Kom, mag je niet laat doen? Ga maar erin doen. Doe er maar in. Ja, goed zo. Joas begrijpt best wel heel veel. En dat is ook met foto's op het bord hangen. Vindt hij hartstikke leuk. En als je maar grapjes erbij maakt van, laten we zeggen, 1, 2, 3. En dat vindt hij geweldig. Kijk eens, Joas. Wij gaan zwemmen. Ga je mee naar het zwembad? Heel goed, Joas. Kom je lekker zwemmen? Kijk eens, Joas. Mag je meer in doen? Doe maar in de bak. Ja, doe maar. Goed zo. Visje, visje, kan niet praten. Visje, visje, draai eens om. Want Joas en Jacob, we gaan liedjes zingen. Joas, ga jij een liedje pakken van het bord? Hij gaat steeds meer vooruit. Wat betreft qua picto's en ook gesproken worden van korte opdrachtjes.